Ik heb mezelf vaak gezegd van ja, je moet het dus in spiegelbeeld doen, anders komt het dus, anders komt het dus zo eruit. Maar in mijn infinite wisdom heb ik dat toch. Het printje van de aardappeleters. Ja. Van Van Gogh. Hier zie je ook echt de krastechnieken. Kijk hier bijvoorbeeld in deze jurk zie je perfecte krastechnieken die Van Gogh ook heeft gebruikt, Vincent. Precies wat Lieven nu ook aan het doen is, op die steen lekker loskrassen. En dat deed Vincent dus gewoon 125, 30 jaar geleden ook. Ja. En dat zie je ook hier, kijk als je hier heel goed kijkt, zie je hier Vincent staan, alleen een spiegelbeeld. Oh ja. Vincent. Ja. Dus ook hij wist toen nog niet dat hij een spiegelbeeld op de steen moest leggen.